Oh, goedemiddag. Ik had jullie nog niet gezien. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pokémon Crystal. In de vorige aflevering hebben we heel veel badges gehaald. Hebben we de 2 om precies te zijn gehaald. Dit is een extra opnamesessie. Aangezien dat ik, eergisteren had ik, maandag en dinsdag had ik ze samen opgenomen. Dit wordt opgenomen op donderdag om 2:05. Ja, dat is een tijdje geleden dat ik tijd heb laten zien. Nou goed, in de vorige aflevering hebben we hier de gym badge verslagen. Hebben we dus, ook die andere gym badge verslagen. En gaan we dus hier gelijk naar een nieuwe route. En voordat ik die nieuwe route inga, wil ik heel eventjes iets laten zien. Ik heb even alle trainers, zeg maar, die we dus willekeurig hier overal tegen kunnen komen. Die dus helemaal nergens op slaan en toch wel een beetje experience geven. Die heb ik even allemaal offscreen alvast gebattled, zodat ik niet te veel hoef te knippen. Maar ik ga niet zorgen tot alle battles eruit gaan, want we hebben nog genoeg battles te gaan daarin van. Dus, maar goed, dan zie je dus zeg maar dat de minimum level op dit moment 47 is. Voor iedere Pokémon. Het grappige was, Midna die wou Screech leren, dat hebben we niet gedaan. En ja, voor de rest, dit zijn alle levels op dit moment. Dus eventjes handig om te weten. Goed, om even verder te gaan, komen we hier dus aan bij de kortste route ooit, route 7. Maar bij route 7 kunnen we wel een nieuwe Pokémon vinden. En het is zo'n korte route dat ik hier gewoon heel eventjes stil moet staan. Dus mag het scherp, dankjewel, heel eventjes omlaag. Hier komen we, ja, dit is eigenlijk een hele rare Pokémon om hier tegen te komen. Aangezien dat, ja, Johto-Pokémon hier, de eerste, dit spel werd ja, eigenlijk was het zilver. Ik heb toen zo'n advertentie gelezen over zilver. Vang me vannacht, als je kan. En dat ging dan over de Pokémon Houndour, die je dus nou ziet. Houndour is een decent, is eigenlijk een hele goede Dark Fire-type Pokémon. Zoek je nog maar een vuur-Pokémon of iets met darkness tegen psychisch multitype, dan kun je dus hier zeg maar alleen s'avonds een Houndour vinden. En hier kun je ook de evolutie vinden van Meowth natuurlijk, Persian, en dat wou ik ook heel even melden. Dus extreem korte route, dus weinig over te vertellen. En dan kom je dus gelijk aan bij Celadon City. En Celadon City is eigenlijk hier zeg maar een beetje de grote city die we hier tegen kunnen komen. En er is één Pokémon die we hier dus zeg maar mee willen nemen. Anders kunnen we niet naar de gym badge. En dat is nogal Flame. Echt, daar word je zo vrolijk van. Kom je ook weer in. Deze gym battle, daar heb je dus zeg maar kat voor nodig. En zonder kat kom je dus helemaal nergens. Hier krijg je een gratis TM's alleen s'avonds. Ik weet niet meer precies uit welke TVM dat is. Maar niet echt heel erg handig. Dus ik ga heel eventjes naar het Pokémon Center om heel eventjes onze HM slaaf maar tevoorschijn te halen. Eens even kijken. Dus de Pokémon die hier dus eigenlijk helemaal geen effect heeft, dat is Raichu. Raichu, je bent een hele gave, Bolt. Je bent een hele gave Pokémon, maar bij deze gym hebben we dus heel weinig. Nou, hebben we dus eventjes de HM Sleeve. Waar ben je? Daar. What's up? Ja, dat HM. Daar zijn we blij. Omdat we dus kat nodig hebben. Nou, voordat we naar die gym gaan, ga ik heel eventjes eerst langs deze gebouwen. Dit is volgens mij Celadon Mansion. Hier heb je dus zeg maar zoals altijd weer de creators die dus dan zeg maar in de video neer hebben gehoord. My dear Pokémon, keep me company, so I don't ever feel lonely. Meowth even brings money home. Terwijl je Meowth is een dief. Hij steelt. Oké, ik veel. Natuurlijk referencen naar de aanval PD, waardoor dat je dus extra geld kunt krijgen. Niet echt heel erg veel te doen hier. Een hele lege kamer. Waarom? Waarom zou hier een lege kamer? Ja, misschien tot 's avonds dan vol zit of zo. Weet ik wel, aangezien je te verschillende tijden hebt of zo. Is that right? I am the game designer. Filling up your Pokédex and stuff. But don't give up. Ik ben blij dat jij iets hebt geüpdate. En daar wil ik het zo over hebben. Maar eerst eventjes met die andere praten. Who me? I'm the programmer. Play the slot machines. Dus jij zegt dat ik moet gaan gokken? Shame on you. Aren't the twins adorable? Jasmine's pretty too. Oh, I love them. Laat me raden, jij hebt zeker een sprite gemaakt of zo, weet ik veel. Goed, we hebben je uitmelden. I'm the graphic artist. I drew you. Oké, weg. Nee, wat ik dus heel erg jammer vind, ik heb offscreen, ondertussen dat ik dus die battles heb gedaan, ben ik ook weer heel eventjes teruggegaan naar Johto en ja, ik kon je eigenlijk even krijgen, maar goed. Toen ik dus offscreen bezig was, was ik dus ook heel eventjes terug naar Johto toe gegaan. En was ik dus van plan om Entei even tegen te komen, zodat hij makkelijker te vinden zou zijn in de opnames. Nou heb ik dus al mijn repels, dat waren er 61, heb ik dus gebruikt. En ik heb dus zeg maar de Red Gyarados vooraangezet, omdat hij level 30 is. Waardoor dat je dan dus zeg maar de enige Pokémon die je tegen kan komen, de Legendary is. Maar dan moet je wel op het goede punt staan natuurlijk, op het moment dat je daar aan het zoeken bent.
En ik heb gewoon echt 2 uur zitten zoeken en ik kwam hem maar niet tegen. Daar word je gewoon echt niet vrolijk van. Oké, nou heb je hier in ieder geval een gigantische Pokémon. Het werkt een beetje hetzelfde als Golden Rod City. Alleen deze die heeft dan een beetje betere updates. Volgens mij had deze andere TM's. Laten we eens even kijken of we de TM-winkel kunnen vinden. Ik bedoel maar, we hebben tot nu toe alleen maar battles gehad. Een beetje ontspanning, dat kan geen kwaad. Welkom, how can I help you? Nou, ik had al super repels gehaald, daarom heb ik dus een stuk minder geld. Ik heb hem weer maximaal 99, want ik ben van plan om dus zeg maar die andere legendarische hamster nog wel tegen te komen. Dus, maar dat doe ik gewoon offscreen, omdat ik kan echt weer uren in gaan zitten. Dus waar heb jij? Pokeballs, great ball. Oh ja, wacht eventjes. Ik heb weer even... Ja. Gewoon eventjes wel wat great balls ook. Zo, even. Maakt mij het uit. Geld is not of any importance. Zo dan? Ik heb nog maar 47 over. Nee, ik hoef niks verder. Oké. Ja, het leek me even handig om toch wel even wat pokeballs te hebben. Dus, even kijken. Welcome. How can I help you? Oké, de power varies with the Pokémon. Dat is nature power, geloof ik. Of dat is... Oh nee, dit is hidden power. Heel erg. Boot fire types. Dat is Sunny Day. Foils attacks at turn. It may fall. Fail. Geen idee wat dat is. Boots water type, dat is rain dance. Inflicts damage every turn. Dat is sandstorm, geloof ik. Sandstorm hebben wij al. Toch? Nou begin ik te twijfelen. Daar hou ik niet van. Even kijken hoor. TM37, die weet ik zeker dat we die hebben. Volgens mij is dat sandstorm. Tada! Nerd! Oké. Okay. Nou, boven heb je dus weer die vending machines. Maar ja, daar raad ik toch aan om eventjes naar Mount Moon toe te gaan. Nou heb je dus hier ook een Game Corner. En heb je hier dus 2 verschillende Pokémon die je hier dus zou kunnen vinden. Waar is de Game Corner? Waar is de Game Corner? Leuke Poliwag, hoe gaat het mee? Goed. Hier is de Game Corner. En hier kunnen dus zeg maar 2 nieuwe Pokémon tegenkomen. Nu 2 nieuwe Pokémon tegenkomen. Die zou je dus zeg maar kunnen kopen. Je kunt die kopen. Ondertussen doe ik eventjes een slotmachine aan mij even kijken. Even kijken, kunt die kopen. Je kunt die dus tegenkomen. Porygon. Porygon is op zich wel een redelijke Pokémon. Het is niet echt... Ja, hij is interessant. Laat ik het daarop houden. Het is niet echt een van mijn favorieten, maar het is een interessante Pokémon. Dus daar is op zich niks mis mee. En hier kun je dus ook een van de sterkste psychische types tegenkomen. Namelijk een Mr. Mime. Nou, Mr. Mime, zoals je dus in de stats ziet, is dus een geweldige Pokémon qua aanval en defense. En ja, ik vind het zelf persoonlijk... de beste psychische type op Espeon na wat het dan is. En goh, ik heb een keer gewonnen, zeg. Hoe is het mogelijk? Ik haat het spel. Waarom stop ik? Waarom doe ik dit? Ik kan tenminste de slot spelen. Al moet ik zeggen dat Voltorb flip-flop niet zo erg is als dat de meeste mensen eigenlijk zeggen. Nou, hier kun je dus zeg maar alles inruilen. Zoals ik dus al zei. Als je dus hier komt, welkom. Nee, ik heb niet genoeg coins, omdat ik drukte te snel op A. Wat een hele grote common ding is. Even kijken. TM32, TM29 en 50. Ik heb geen flauw idee wat dat zijn en het interesseert me ook eigenlijk weinig. Nou, en als je dan hier gaat kijken, dan hebben we dus zeg maar de Pikachu die je kan vinden voor 2222. Porygon, ik dacht toch echt dat je hier ook een Mr. Mime zou kunnen krijgen, maar het is dus Larvitar. Maar goed, Bio van Larvitar hebben we ook nog niet gehad. Larvitar is een hele extreem goede grondtype. Is een beetje zeg maar van hetzelfde als de Dragonite tag die zeg maar zo evolueert. En... ja, ik dacht wel echt dat je hier Mr. Mime kon krijgen, maar... of ik vergis mij er ongelukkig, of s'avonds veranderen die prijzen. Maakt niet uit. In ieder geval, dat waren de bio's daarvoor en hartstikke gezellig. Goed. Dan kunnen we hier dus nog naar beneden eventjes een paar huisjes bekijken. Waarom ook niet? Bekijk het maar! Eens even kijken, we hebben er hier eentje. Hi! We're holding an eat-a-tongue contest. We can't serve you right now, sorry. Oké. En hier vinden we de leftovers. De leftovers is een van de beste health items in het spel. Wat de leftovers eigenlijk doen? Heb ik eigenlijk een Pokémon die nog niks vast heeft? Ja, HM Slave. De rest heeft iedereen alles niet vast. Oh. Leftovers die hield dus zeg maar elke keer 16% elke beurt van een Pokémon. Dus op zich wel een heel handig item. The food is good here, but Goldenrod is the best food anywhere. Oh, no. Is it going over Goldenrod? I can't believe it. Morphef! Ja, vreet jij helemaal vol. Snuff, chill, don't talk to me. You break my concentration. Nou, veel plezier ermee. Sorry, hoor.
Oké, sorry voor die smerige geluiden, maar serieus. I take quantity over quality. I am happy when I'm full. Ja, heel erg boeiend. Oké, dus het enige wat we hier konden vinden zijn leftovers. Nou, vooruit dan. Heeft het tenminste nog iets van nut gehad. Als ik me niet vergis, zat hij boven een hidden item. Tenminste, hè? Apipia! Wat leuk! Daar ben ik blij om. Nou, we hebben toch het een en ander gevonden hier. Dus niet echt verkeerd of zo. Goed, als het dus deze... This tree can be cut. Want to use cut? Ja. Oké, een gem slave die heeft cut gebruikt. En dit is dus de enige manier om bij deze gym battle te komen. Wat nogal vervelend is. En 3 jaar geleden stond hier een hele extra enge creepy vent. En die staat er hier nog steeds. This gym is great. Only girls are allowed here. Na 3 jaar sta jij dus hier nog steeds naar de vrouwtjes te koekeloeren. Jij, vies mannetje. Bah. Goed. Nou heb ik heel vaak de gyms, of ja, de trainers eigenlijk er een beetje uitgeknipt. En zijn we alleen maar naar gym battles gegaan. Ik wil in deze aflevering eigenlijk een beetje lol hebben met de bazen, zeg maar. Of ja, met de trainers die we dus moeten battelen. Aangezien dat we anders bijna geen battles hebben. Dus hier hebben we... We'll show you our Pokémon moves that Erica taught us. Bring it on. Kom maar op. Goed. Nou hoop ik dat jullie wel een beetje geleveld zijn. Want echt, oké, we hebben dus de twins. Joe en Zo. Nou Joe, hoe gaat ie zo? Oké, Victory Bell. Nou, dat is op zich wel een interessante. Moet ik wel zeggen, in de remake, dat zijn double battles dit. Dus dan vecht je met 2 Pokémon tegelijkertijd. Level 35. Decent vooruit dan. Dan moet ik zeggen dat de intree van Victory Bell in Pokédex best wel creepy is. Sommige Pokémon zijn heel erg creepy met de Pokédex entries of zo. Dus en 1 hit. Tuurlijk, Fire Flame. Fire Flame zonder probleem. Dat was flameloos. Ook al gebruikte die Fire Flame. Vileplume. Oké, 2 volledig geëvolueerde Pokémon. Dit is interessant. Hier krijgen we tenminste nog wel experience van. Dus, nou, gewoon Flame wilde bovenop. Als je hier een vuurtype bij hebt, dan poon je bijna alles. Al moet ik zeggen dat Fly ook heel goed werkt, hoor. Want gras is ook zwak, zeg maar, tegen vliegtypes. Dus Crobat zou misschien hier ook nog wel wat experience mee kunnen pikken. Dat is nog natuurlijk altijd maar de vraag. Goed. Nou, Joe en Zo. Of ja, Zo. Het is Zo. Oh, we lost. Ah. Dankjewel voor je geld. Nou, dit is ook... de remake is eigenlijk heel die gym anders. Dus zo zullen ze dan niet erbij zijn. Ik weet wel dat er sommige double battles zijn. Maar... Ach, wat maakt het uit. Oh, a battle? That's kind of scary. But okay! Volgens mij ben je geen Halloween liefhebber. Ik weet ook niet waarom. Volgens mij ben je geen Halloween. Picnicker Tanya wants to battle met 1 Pokémon. Nou Tanya, als je maar 1 Pokémon hebt, dan zal hij wel heel erg sterk moeten zijn. Executor op level 37. Hoe verwacht je nou in godsnaam een battle te winnen met maar 1 Pokémon op level 37? Hoe? Ik bedoel, we hebben al zoveel trainers gebattled op dit punt. En dan ga jij me hier eventjes een partijtje lopen te vertellen dat jij denkt om te winnen met maar 1... Vergeet niet echt 1 Pokémon? Sneu. Dat is gewoon sneu. Maar goed, Fire Flame krijgt dan een level erbij, dus eigenlijk mogen we daarover dus niet klagen. Dus... Oké, nou, hebben we jou ook verslagen, Tanya. Dankjewel, Tanya, voor je experience en voor je geld. Goed, dan hebben we er nog eentje te gaan, waarom ook niet. We gaan er eigenlijk best wel snel doorheen. Dus ondertussen ben ik hier heel erg stiekem aan het bladeren door de bossen. Omdat, ja, er zit dus een bos aan te komen, zoals we dus weten. Oké, wie ben ik hij? Laas, Michelle. Hallo, Michelle. Hoe gaat het ermee? Eerst even kijken, volgens mij scroll ik nou weer te ver. Ja, ik sta hier. Oké. Je hebt een Skiploom. Skiploom is een waardeloze Pokémon. Zowel zwak tegen vuur als tegen elektriciteit. Als tegen ijs, dubbel ijs en alles. Ik weet niet, ik ben geen liefhebber van grasvliegtypes. Ik moet zeggen dat het een indrukwekkende combo is. Maar... Ja, Skiploom heeft gewoon terrible stats. Laten we het daar gewoon op houden. One hit KO. Heb je ook eigenlijk de volledige evolutie? Zou wel leuk zijn. Oké, je hebt een hop-hip. Serieus, op dit staat... Michel, luister. Op dit punt, om je Pokémon niet te laten evolueren, is dom. Dat moet je niet doen. Dat is slecht. Dat is niet handig. Ik bedoel, de kampioen van Johto komt eventjes langs. En dan kom jij aan met een hop-hip. Dat slaat nergens op. Oké, nou, we krijgen een heleboel experience. En... Jumpluff, je hebt de volledige evolutie. Goed zo. Nou, heeft Michelle in ieder geval nog iets geleerd. Nou, Michelle,
maakt mij uit. Nog steeds moet ik zeggen dat het een waardeloze Pokémon is. Maar in ieder geval zien we een keer de Final Evolutie. Wat leuk is voor je Pokédex. Dat je kunt zien welke Pokémon dat je nog zal vangen als je echt 100% compleet gaat. Oké, nou, het is super effectief. Fireflame krijgt er experience door. Hartstikke leuk. En Michelle is verslagen. Oké, dus nou hebben we dus nog één rennetrainer. Ach, waarom ook niet? Were you looking at these flowers or at me? Nou, eigenlijk, definitely the flowers. Beauty Julia wants to battle. Ik wou eigenlijk fight zeggen, maar dat maakt niet uit. Oké, Julia. Oké, dat was... Ik facepalm gewoon. Ik weet niet of jullie dat kunnen horen, maar... Daar. Een hele harde facepalm tegen de face. Ah, dat is eigenlijk best wel weer. Maakt niet uit. Een Paris, kom op. Ik bedoel, ik vond... Hoppip al erg, maar een Paris? Ik heb hem, oké, ik heb hem in mijn party alleen maar omdat hij handig is om HM's te leren. Maar echt voor battle? Nee. Ik ben teleurgesteld in jullie. Ik ben zwaar teleurgesteld. Normaal gesproken, als je naar een gym battle toe gaat, dan heb je die trainers die moet je battlen. Dan moet je eerst terug naar het Pokémon Center om je Pokémon te healen. En dan ga je weer terug en dan ga je weer de trainers battlen. Dan ga je weer naar het Pokémon Center en dan na 10 keer op en neer te zijn gegaan. Dan kom je bij de gym battles. En dan... voel je de spanning van, ik ga een badge winnen. Die spanning die is hier niet te vinden. Ik bedoel, bij Pokémon Y heb ik dat dus ook weer gehad. Gewoon echt zo van, ik moet jou verslaan voor een Pokémon badge. En hier, het is te makkelijk. Het is gewoon veel te makkelijk. Een execute. Evolueer je zooi. Serieus. Love, Ontkering en Leafstone. Dat zijn mijn suggesties. Love, Ontkering en Leafstone. Ja, die hou ik erin. Dit is gewoon sneu. Ja, ik blijf erover doorranden. Ik kan er niks aan doen. Goed, nou, ik neem weer experience. Nou, sorry Julia, maar ik ga weer verder kijken. How annoying. Ja, sorry hoor. Ik kijk wel even lekker naar de bloemetjes. Wat een mooie bloemetje. Een bloemetje. Oké, nou, laten we maar met Erika gaan beginnen. Oh, hello. Lovely weather. Isn't it? It's so pleasant. I'm afraid I may doze off. My name is Erica. I'm the leader of the Celadon Gym. Oh, all the way from Johto, you say? Oh, nice. Oh, I'm sorry. I didn't realize that you wished to challenge me. Very well, but I shall not lose. You shall not pass. Oké, nou, in ieder geval, dit is dus Erica, de gymleader. En ik hoop dat het dus niet teleurgesteld wordt met de Pokémon die ze dus zal hebben. Goed, ze gaat beginnen met Tangela. Level 42 met aanvallen, Vine Whip, Bind, Giga Drain en Sleep Power. De enige waar ik eigenlijk een beetje tegenaan zit te kijken is de Sleep Power. Maar voor de rest denk ik bij mijn eigen van. Ja. Eén keer Flame Wheel zal wel genoeg zijn. Hoop dat ik daarin gelijk heb. Erica is niet echt... Volgens mij met een vuurtype poon je alles. Dus ja, zorg gewoon voor een vuurtype en je poont hier alles. Nou, je krijgt lekker experience. Hop. Ah! Echt, hè? Weer die ene experience. Oké, nou, Victory Bell. Victory Bell komt op level 46 met aanvallen Sunny Day, Scientesis, Acid en Razor Leaf. Waarom dat dit beest Sunny Day heeft? Ik zou het niet weten. Als het nou ook inderdaad Solar Beam zou hebben, dan zou het nog ergens op slaan, maar... Ik weet het niet. Ik bedoel, Solar Beam, voor de mensen die Pokémon niet echt heel goed kennen... Solar Beam heeft dus twee beurten nodig om aan te vallen en die heeft dus behoorlijk een sterke grasaanval. Als je Sunny Day gebruikt, dan heb je dus 5 dagen tot het zonneschijn is en dan doe je hem in één keer. Dan kun je gewoon in één keer Solar Beam blijven spammen. Dus daarom snapte ik niet waarom dat hij Sunny Day had. Maar goed, Fireflame die gaat naar level 49. En nou komen we aan met Blossom, de sterkste Pokémon met de aanvallen Sunny Day, Scientesis, Petal Dance en Solar Beam. Deze die houdt dus zeg maar wel van Solar Beam te spammen. Dus die gaat de eerste beurt waarschijnlijk... 46 zei ik? Ja, ik zei 46. Deze gaat waarschijnlijk beginnen met Sunny Day. Aangezien dat hij niet de kans krijgt om aan te vallen. Omdat ik gewoon Flame Wheel keer. Dus ik vind het eigenlijk best wel zielig vooral die van... Ja. Ben los op... Oh, het overleeft het! Oh, het begint toch gelijk met een Solar Beam? Ik kan het wel begrijpen, maar... Quick Attack. Sorry. Nou, eens kijken of je laatste Pokémon me dat op zijn minst kan aanraken. En dat is Jumpluff. Ook al. Jumpluff, level 41 met aanvallen Mega Drain, Leech Seed, Cotton Spore en Giga Drain. Ik moet zeggen, ik ben teleurgesteld.
Ik had echt wel verwacht dat ik iets schade zou krijgen of zo. Misschien één aanval tegen mij. Het enige wat we hebben gezien is iemand die een... Ja, belossum die de solar beam, zeg maar, probeert op te laden. Maar nee. Gewoon nee. Ik bedoel, ja, level 41, wat verwacht je dan eigenlijk? Het is eigenlijk best wel triest. Laten we eerlijk wezen. Dus Erica is defeated. Oh, I concede defeat. You are remarkably strong. I shall give you Rainbow Badge. Somewhere over the rainbow lies some cash. Oké, nou sorry, dat moest gewoon heel eventjes. Reference weer naar Rainbow level van Mario, waarom ook niet. We hebben de Rainbow Badge. That was a delightful match. I felt inspired. Please, I wish you to have this TM. It is Giga Drain. It is a wonderful move that drains half the damage it inflicts to heal your Pokémon. Please use it. The wizard pleases you. Dus we krijgen TM19. Giga Drain. Giga Drain is op zich een hele goede krastype aanval. Wat dus inderdaad zeg maar 50% van de schade die hij doet. Zou je voor hij doet 100 schade krijg je 50 geheeld. Ja, dat krijg je dus zeg maar terug. Dus het is een hele sterke aanval. Die ook nog eens een keer jouw Pokémon zeg maar heelt. Dus... eerlijk te zijn, is het dus een Leech Life op steroid. Nou, ook niet. Maar goed, ik denk dat we hier dus alles eigenlijk wel in dit stadje gedaan hebben. En aangezien dat we nou dus wel een beetje meer uitleg hadden dan de vorige afleveringen, denk ik dat ik heel eventjes mijn Pokémon mag gaan healen. En dat we in de volgende aflevering maar eens gaan kijken bij de volgende stad. Of we daar inderdaad wel een hele boeiende... waar is het Pokémon Center? Ik kan het Pokémon Center nooit vinden in deze dorp. Ik weet niet waarom. Dat is vervelend. Ah, daar. Goed. Maar goed, in de volgende aflevering gaan we dus naar de volgende route, denk ik dan maar. En hopelijk naar de volgende gym. En dan hoop ik jullie te zien. Dus heb je een leuk momentje? Laat het weten in de reacties. Vind ik altijd leuk om te lezen. En als je de tijd voor hebt, laat ook een likeje achter. Dan support je het kanaal. Dus zeker bedankt daarvoor. En ik hoop jullie morgen te zien in een nieuwe aflevering van Let's Play Pokémon. Dit was Zelda Play 20. En ik ga toch verder stiekem met de opname. Doei! Voice crack!